We gaan hier verder en ik heb nu meneer Rabin Permisser aan de lijn, de fractievoorzitter van de NDP. En die heeft, neem ik aan, de dag ook meegemaakt, wat zich allemaal vandaag heeft afgespeeld. Heer Permisser, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedenavond. Oh ja, bij ons is, luisteraars. Ja, voor ons is goedenavond, bij jou goedemiddag. Wat de toestand, hè, in Suriname op dit moment. Toch wel, laten we beginnen. Een demonstratie waarbij een behoorlijk aantal mensen uiteindelijk naar het plein zijn gekomen. Om te demonstreren tegen toch wel dat beleid dat hen erg getergd heeft. Het volk is het zat, moe. En men wil toch wel afscheid van de ellende, de armoede, prijsverhogingen. Maar uiteindelijk is het bij het gebouw van het volk geëscaleerd. Heb je dat allemaal ook van dichtbij waargenomen? Heb je het zien gebeuren? Nou, net als jullie heb ik het via de media gevolgd. Ja. Ik maakte me klaar om naar DNA vergadering te gaan. Ja. En toen is dat afgeraden. Je kon met jou doen, niet eens daar. Nee. Want zoals je weet is gepland dat we vanmiddag, ja, 2 uur Surinaamse tijd, ja, de behandeling van de begrotingen zouden voortzetten. Ja. 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 Dus ik ben om veiligheidsredenen. Er wordt met traangas geschoten. Er is met ook geschoten. Ja. Ik weet niet wat voor kogels. Er zijn auto's in brand gestoken. Tenminste, ja, één auto wat ik gezien heb. Ja. Het gebouw DNA is bestormd. Ik hoop gedeeltelijk. Ja. Er is een enorme ravage gepleegd. Ongekend, ja, in de, ja, Surinaamse geschiedenis. Ja, een dieptepunt, hè? Ja? Een dieptepunt in de Surinaamse geschiedenis, dit wat gebeurd is. Zonder meer. Ja. Zonder meer. Maar kun je de mensen, het volk daarvoor de schuld geven? Absoluut niet. Ja. Als de reden zoek is, als de arrogantie hoog is, als je niet wil luisteren, als je de instituten niet respecteert, zoals wat ik zeg altijd, DNA, waar je verantwoording verschuldigd bent. Als je zelfs DNA, het is met mij gebeurd, DNA-leden in DNA-gebouw, ja toch, gaat en van alles en nog, noem maar op, beschuldigen en beschuldigen. Nee, dan krijg je dit soort dingen, toch? Ja. En je campagne, continu heb je alleen maar leugens en leugens en leugens verteld over de vorige regering. Je hele beleid is geweest op vorige regering. Wat heb je zelf gedaan? Wat heb je zelf gedaan? Weet je? Dus ja, als je een DNA-gebouw zelf, DNA-leden intimideert en dat is een etniciteit, ja, heb je hier een naam van de grond gekregen waar we... Ja. Meneer Permisser, bent u er nog? Nou, dat is erg. Ja. Dat is, ja, heel erg. Ja. Mensen kunnen zeggen vanuit Nederland en andere plaatsen wat ze maar willen, maar dit beleid is totaal, totaal ongekend, ja, wat de Surinaamse geschiedenis betreft. Ja. Lachman zal in zijn graf draaien. Ja. Hij heeft altijd gepoogd om met mensen voor vrede en rust samen te werken. Ja. Historisch ook dat NPS uiteindelijk de VAP verlaat. En ik ben dichtbij, hoor. Ja. In DNA. Ja. Ik zie toch, want NPS altijd rust, probeert toch zaken in goede te banen te leiden. Hoe NPS behandeld is, hoe wij behandeld worden. Ja. Nee, dat is ernstig. Dit is ongekend, dit is niet Surinaams, ja, deze regering. Nee. Deze regering is on-Surinaams. Ja, zo erg is het nog nooit geweest, hè? Dat het volk tot in alle staten gebracht is om vandaag zodanig toch wel... Nou ja, Nee. Het eerste deel van mij overvleugelt u. Ja. Het zo erg is het niet geweest dat er reden zoek is. Dat we niet elkaar willen luisteren. We bedreigen, we polariseren. Als we mensen hun vrije meningsuiting, dan worden ze opgesloten. Ja. Ja, toch? Ja. Ha? Het Openbaar Ministerie zijn er zoveel vraagtekens. Ja. Zelfs Interpol, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, in de kwestie van Hoefdraad. Dit is een politiek proces. Ja.
Maar het volk is daar niet voor op straat vandaag. Het volk is op straat. Nee, omdat, nee, nee. Omdat ze het leven niet meer kunnen... Nee, ja. Kortapa interview. Want vanuit Holland weten jullie niet wat hier gebeurt. Ik maak het dagelijks mee. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, ik maak het dagelijks mee. Ja. Al die dingen die gebeuren. Ja. Denk je dat het Surinaams volk dom is? Ja, het Surinaams volk ziet die dingen toch? En dit is wat gebeurt nu. Alle stukjes bij elkaar. Ja. Als jullie in Holland andere dingen willen denken, ga je gang. Meneer Permisser. Ik ben woeskwaad. Ik heb de lijst gezien van de eisen van de vakorganisaties. En vakorganisaties. En, ik heb het over het continu beleid. Ja, nee, dat snap ik. Nu. Nee, maar ja. Ik ontken dat niet. En, u maar. Als u alles snapt, dan hoeft u me die dag niet te bellen. Nee, ik snap, maar het gaat bij mij om die volks. Woestheid, woedend. Het feit dat het volk vandaag zich zo geterg voelt dat ze uiteindelijk zichzelf niet meer is. Want er zijn zoveel protestacties geweest, maar ik heb geen enkel keer gezien dat die mensen een parlementsgebouw gingen bestormen. Nu wel. En ik geloof niet dat ze dat doen, omdat inderdaad wat u zegt, de heer Santoki, collega parlementariërs en politieke partijen, nou ja, toch wel schoffeert. Maar de mensen in eerste instantie vandaag de straat op zijn gegaan, omdat die benzineprijs gigantisch de lucht in gaat. Dat gas- en lichtprijzen, toch? Ik begon u uit te leggen, ja, hoe de bejegening vanuit het parlement is met mensen. En daarbovenop het beleid zo funest is. Ja. Je kan de mensen mee, ja, in Suriname, ja, toch? Ja. Met al die prijsverhogingen. Ja. Dan hebt u 80 of meer procenten van de, het overgrote deel van de bevolking. Ja. In zware, armoede gedompeld. Precies, ja. De criminaliteit kunt u niet eens beheren. Kijk u maar, verkeerscriminaliteit, roofmoorden, verkrachtingen, ongekend. En dan komt men cijfers wezen alsof alles veel beter gaat. Ja. Ja. Leugens, leugens en leugens. Ja. Terwijl we dat dagelijks meemaken. En u weet het, mensen kunnen niet eens veilig op straat lopen hier. Ja. Hoeveel mensen rijden, dan worden ze klem gereden. Wat er met de oudste? Ze worden gekidnapt. Ja, mensen worden ontvoerd, naar Frans-Guyana gebracht. Ah, dat, ja, is vreselijk wat er nu gebeurt. Hebt, ja, u laatst gehoord? En wat meneer Belfort de hele lijst heeft. Ja, ja. En dan proberen, ja, voor te houden. Ik heb gezien. Dat is Suriname. Ja. Ik zei toch ook in het parlement, het leek alsof we in een maffia film zijn beland wat Suriname betreft. Ja. Dat is Suriname nu. Ja, en dat uitzicht nu in die onvrede onder de bevolking, hè? Die woest is. Uiteraard. Ja, die is woest. Dat is het gevolg, ja, rechtstreeks gevolg, ja, van de manier hoe de regering het volk bejegent. Ja. De manier waarop al deze maatregelen harteloos, ja, op ons afgewenteld worden. En intussen gaat men 12, 15 volgauto's rijden. Dure reizen met 80 en meer mensen naar het buitenland. Helikopters. Tegenwoordig heb je ook volghelikopters ook. Ongekend. Ja. Wat wil je, dat het volk rustig gaat blijven? Dat is de arrogantie van de macht. Hè? Men heeft geen binding meer met het volk. Ja. Totaal geen affectie, totaal geen empathie met het volk. En, allemaal leugen iedere keer. Vorige regering, vorige heel parlement hebben we steeds gewezen. Als u dat zegt, wijst u me met documenten. Ja. De leugenachtige cijfers geeft men over de schuld wat men heeft overgenomen. We hebben dat met publicaties van Centrale Bank gewezen, weerlegd. Ja? Weet u hoeveel schulden wij overgenomen hadden in 2010? Ja. Ongekend! Ongekend! Kan deze president morgen met 3i verder? Ik bedoel, wat bedoel, nu de zaak duidelijk behoorlijk geëscaleerd is. Het volk heeft laten zien dat ze geen vertrouwen meer heeft in deze regering, in deze president. Ik bedoel, kan deze president nog aanblijven? Mag hij nog, of moet hij het mandaat teruggeven? Nou, ik weet niet wat hij doet hoor. Ik kan hem niet inschatten wat de minister Santoki gaat doen. Ja. Dus maar wat zou het beste zijn voor het land nu? Wat zou het beste zijn, gelet op de ontwikkeling? Ik hoor dat er geplunderd wordt, dat de panden in brand gestoken worden. Ik bedoel, dit is... Het gaat verder in de hand lopen. Ja. Vanwege de situatie in het land. Ja. Het gaat verder in de hand lopen. Ja. Dit is naar trailer.
Ja? Ja, morgen gaat mijn ook verder in het district. Ik begrijp, de brug hier naar brug gaat gesloten worden. Dat gaat uit verder naar het hele land. En de mensen in de stad. Vandaag, ik heb gereden, delen van de stad. Preventief, alle winkels, deuren zijn gesloten. Ja. Niet allemaal, misschien hier en daar wat ik niet gezien heb open. En het gaat verder worden. Je ziet de woede van de mensen. En de, vooral de manier waarop de militairen en de beveiliging gereageerd hebben. Is het niet opgevallen dat de politie niet mee heeft gedaan om de actie in goede banen te leiden? Ja, ja. Dat, de politie zelf is niet uitgerukt. En dat wil zeggen dat de politie zeg maar zich afficheerde met de demonstranten? Ja. Ja, omdat ze... Omdat ze midden in de samenleving, toch? Ja. Hun situatie is niet anders dan als van de gemiddelde burger. Ja, de politie en, kan beter omgaan met dit soort acties. Ja, maar die heeft het maar laten gebeuren, dacht ja, bedoel, het zijn mijn laten mensen. Laten gebeuren, ze hebben ook geen eisen, ze hebben ook geen leden. Ja. Ze zien toch ook wat er is, ze zijn deel van die samenleving. Ja. Ja, een politieman is gewoon geraakt, zie ik. Ligt op de grond. Ik weet niet allerlei of... zaken. Ja. Allerlei zaken en waarvoor we bang zijn in social media. Ja. Het ziet dat binnenstad in vlammen gaat, weet je? En dat soort dingen. Ja, beveiliging van centrale bank ziet een betoger aan zijn been. Die verschoten. Allerlei dingen zijn op vandaag plaatsgevonden. Ja. Maar goed, dan bent u een beetje op de hoogte. Ja, kan meneer Santoki zomaar hier overheen stappen? Next broeder. Ja? Broeder. Komt dat je van Sani? No weer meer dan Santoki morgen. Ja, hij is jouw president. Nee, maar jij bent een politicus. Wat verwacht je dat die man nu moet doen om de rust te laten keren? Hij moet, om de rust is er maar één ding. Ja. Ja, toch? Hij moet gewoon zijn mandaat teruggeven, verkiezingen uitschrijven. Precies. Hier, een burger laat het leven. Ja. Verwondingen te hebben opgelopen na traangasgranaat. Hier, een doodhaal. Verschrikkelijk. Ja. En de anderen zijn geschoten in de been. Ja. Nou, we krijgen straks meer updates. Dat zijn zaken die vandaag gebeurd zijn. Ja, ja, ja. Na Abaisa heb je nu, in de 10 jaren dat NDP er was, hebben we hele moeilijke momenten gehad. Vele malen moeilijker. Vele malen moeilijker. Maar we hebben rustig mensen laten uitpraten, hun dingen laten doen. Maar traangas op mensen is niet gegooid. Mensen zijn niet doorgegaan daarvoor, et cetera, et cetera. Het laat me denken. Ja, dat toen was VHP ook aan het bewind, toch? Ja, maar zeg je net dat... Ja, klopt. In 73 was dat. Zeg je dat... Was het 73 of 63? Ja, ergens in de 60 was het. Oh. Abaisa. PNP-VHP-regering. Is er een burger gedood vandaag, zeg je dat? Ja, er is een burger doorgegaan als gevolg van verwondingen opgelopen. Met traangas, dat gaat nu langs. Ja. Maar oké, de officiële berichten moeten we afwachten. Oké, want ik zie het nog niet in de bladen of op social media. Nee, die bladen gaan het nog niet komen op social media. Maar wat, dat is informatie die voor jou... De verdraaimachine gaat lopen, ja toch? Ja. De verdraaimachine gaat lopen met een andere ding. Ik heb het gehad over... auto die in brand gestoken is. Voor het eerst hoor. Ja, ja. Voor het eerst. Ja. Vlak voor de ingang van de DNA-gebouw. Ja. Vlak voor. En Corner House staat in brand, zoals je dat weet. Wat zegt u? Corner House. Oh, dat weet ik nog niet. Die staat nu in brand, zie ik, in beeld zelfs. En ik heb begrepen dat Optiek Marisa totaal vernietigd is. Ja, aan de Watermolenstraat. Ja, ik heb begrepen, Digicel Waterkant is ook in brand. Klopt. Nou, dat wordt een hete dag vandaag en een hete avond waarschijnlijk. En, maar men is nog in de stad. Ja. Men is nog bezig. Ja, nou, laten we hopen dat die president wijsheid betracht en de juiste beslissingen neemt. Want hoe je draait of keert, hij is verantwoordelijk voor wat er zich nu afspeelt in het land. En heeft dit allemaal doen escaleren en heeft niet naar het volk geluisterd. De eerste het beleid waar we altijd voor gewaarschuwd hebben, heeft hiervoor gezorgd.
En de manier waarop men het volk bejegent, de parlementariërs en noem maar op, de arrogantie dreept vanaf. En men tart het volk met hoe men zich opstelt. Feesten in het paleis, volgauto's, noem maar op. Friends and family, ja, al die corruptie, dat men niet wil aanpakken. Heb je een lijst anders? Ik heb een lijst bij me zien komen, ik zal met u delen. Ja? Meer dan 70 grote schandalen in die 2,5 jaar. Met miljarden. Dat men mensen die verantwoordelijk zijn niet wil aanpakken. Dat is vreselijk. Terwijl er niet eens kalpol is, links en rechts, voor de miljoenen, zelfs miljard. In de begroting zien wij meer dan een half miljard gaat alleen naar het kabinet van de president. De jaren nog. Dan heb je niet eens geld voor kalpol. Ja, treurig. Nee, we kunnen niet anders dat beamen dat dit totaal de verkeerde kant op gaat. Ja. Kennelijk is de man misschien is hij de realiteit kwijt. En dat laat ik voor u.